Natuurkunde is de studie waarbij je de natuur bestudeert. Je kijkt naar dagelijkse verschijnselen zoals licht en energie, maar ook juist hele onnatuurlijke verschijnselen zoals kwantummechanica, relativiteitstheorie. Je hebt ongelooflijk veel contacturen, dus je bent heel veel aanwezig op de universiteit. Maar veel van je opdrachten maak je in groepjes of in tweetallen. En daardoor leer je je medestudenten heel goed kennen. En dat is heel gezellig en zorgt voor een hele leuke sfeer op de opleiding. Wiskunde is een heel belangrijk onderdeel van de opleiding, omdat als natuurkundige je probeert de wereld in de wiskunde op te schrijven. Uniek aan de studie natuurkunde bij de Universiteit Leiden is het hele lange bacheloronderzoek. Dat is ongelooflijk gaaf. En voor sommige mensen eindigt dat zelfs in een publicatie bij een wetenschappelijk tijdschrift. Wat ik heel leuk vind aan Leiden is de kleinschaligheid en de studenticoze natuur van de stad. Dat levert ook hele leuke studentenverenigingen op, zoals mijn eigen spelletjesvereniging Het Duivelsei. Kenmerkend voor de studie natuurkunde in Leiden is de hoeveelheid fundamenteel onderzoek. Gedreven door nieuwsgierigheid willen we weten waarom de wereld werkt zoals hij werkt en begrijpen hoe alles in elkaar zit.